Redmi, onderdeel van Xiaomi, introduceerde hem deze week de nieuwe Redmi Note 10 5G. Ik ga je laten zien wat er in het doosje zit en ik ga je natuurlijk ook laten zien wat de camera kwaliteit van deze smartphone is. Hij is echt vers binnen. Moet je even kijken hoor. Designed by Redmi, wat ik al aangaf, een onderdeel van het grote Xiaomi. In diverse markten wordt het tegenwoordig echt als eigen merk weer neergezet. En tegelijkertijd ook weer niet. Als een beetje Xiaomi eigen. Je krijgt een SIM-toeltje erbij. Documentatie en ja, super fijn. Een transparante backcover. Dat vind ik altijd gewoon geweldig. Ik bedoel, het begint gelukkig echt de standaard te worden dat als je een telefoon koopt, dat je meteen gewoon helemaal beschermd bent. Tuurlijk kun je nog steeds zoeken naar iets wat meer een fashion statement voor jezelf is, maar dit is gewoon ideaal. De Redmi Note 10 5G komt met een MediaTek Dimensity 700 chipset. Is dus niet de flagship chipset zoals we in de Mi 11 series bijvoorbeeld zien die is uitgebracht. Maar dat is ook de bedoeling. Dit is echt een mid-range toestel waarbij het vooral gaat om een groot display. De nodige luxe en voor de rest ja, een lage prijs. Dat zien we ook terug in het display. Geen 120 Hz, maar 90 Hz. Wat voor gamers nog steeds echt fantastisch is. 6,5 inch is gewoon heel erg groot. Even kijken, 360 graden ambient light sensor. Dat betekent dat het scherm heel goed de backlight kan regelen. Om op die manier ook nog een beetje zuinig te zijn met de accu. Er is een 48 megapixel triple camera achterop. Kijken we zo meteen ook nog heel even kort naar. En natuurlijk later in de video zie je wat de videocapaciteit is daarvan. En een 5000 mAh accu, wat gewoon lekker groot is. Maar dat kan ook prima in zo'n enorme body. Dus ja, we hadden het ook wel een beetje verwacht. Nou, dit is duidelijk de consumentenverpakking, hartstikke mooi. Dan kun je precies zien wat je dus allemaal krijgt als je het toestel haalt. Het camera-eiland is qua design nog net eventjes iets traditioneler. Dat betekent dat het in zijn geheel naar boven ligt en dat de lenzen niet nog een keertje apart uitsteken zoals we bij de Mi 11 series hebben gezien. Maakt niet uit, het ziet er gewoon hartstikke netjes uit. Het is een AI vision camera, dat betekent dat er een nodige intelligentie erin zit. 48 megapixel, dual LED flitsertjes zitten in. Er zit daarboven nog iets waarvan ik niet zo heel goed weet wat het is. Drie camera's, waarvan de hoofdcamera dus 48 megapixel. Deze sticker kan eraf. Zo. En dan hou je dus een hele mooie body over. En de achterkant is, ik denk plastic. En niet van glas. Ja, wederom, het toestel moet gewoon een beetje goedkoop zijn. Dus dan maak je dit soort besparingen. Ook de vingerafdruksensor niet onder het display. Maar zoals het hoort eigenlijk bij deze klasse van toestellen. Zit hij in de powerknop verwerkt. Wat ik nog steeds beter vind dan zo'n cirkeltje hier. Dus dat is gewoon hartstikke netjes. Ik zie ook dat er een screen protector keurig al opgeplakt is. Het is een vlak scherm, ook daar weer. Het is een wat goedkoper toestel. Maar het is gewoon echt een prima besparing van Xiaomi. De body lijkt voor de rest wel een metalen frame te hebben. Het ziet er gewoon goed uit. Sterker nog, je kunt gewoon nog een ouderwetse headset op aansluiten. 3,5 mm audio, wat onwijs goed. Terwijl we wel hier gewoon keurig USB-C hebben. Dus nee, dat is wel weer leuk om te zien, jongens. Dit doet Xiaomi hartstikke goed als je het mij vraagt. MIUI 12 staat erop. Met daaronder waarschijnlijk Android 11, maar dat gaan we nog even ontdekken. Kan ook maar goed zo wel 12 zijn, want dat is natuurlijk ook zo ongeveer op de markt beschikbaar. Maar daar kom ik nog later op terug. Dan hebben we hier een USB-kabel. Wit, dat suggereert dat het een USB 2.0 toestel is. Dat is niet erg, want dat is wat trager. Maar wederom, het toestel is heel goedkoop. Dan hebben we hier een adaptertje. En die laat je toestel op met maximaal 22,5 watt. Wederom, voor de prijsstelling die bij het toestel hoort, is dat gewoon een lekker vlot ladertje. Met andere woorden, wat je krijgt van Xiaomi is helemaal mooi compleet.
En dan is het dus tijd om de camera van dit toestel op de proef te stellen. Ik heb nu het filmframe aangezet op de selfiecamera. Dat betekent dat je een zwarte balk boven ziet en een zwarte balk onder. Ik loop in het volle zonnetje en helaas betekent dat wel een iets uitgebeten achtergrond achter me. Ik mag een beetje omdraaien, maar de scherpte... Ah, die vind ik toch best wel goed. Het is vooral jammer dat het eigenlijk allemaal heel veel te licht wordt. Maar ik ben wel blij dat ik het überhaupt zie. Want ik moet wel zeggen dat in de volle zon het display van de Redmi Note 10 5G niet bijster fel is. Dat mag echt wel beter. Het is functioneel, ja, je kunt er wat mee. Maar je gaat hier niet op Netflixen, mensen. Dat ga je gewoon echt niet doen. De selfiecamera filmt in 30 frames per seconde op Full HD. De camera aan de achterkant die is niet heel veel anders. Ook die filmt in Full HD 30 frames per seconde. Op het scherm waar ik nu naar kijk heb ik het idee dat het nog steeds al een beetje uitgebeten wordt, maar dat het wel echt al een stukje beter is dan met de selfiecamera. We kunnen gewoon zoomen, dat blijft behouden. Scherpte daarbij verliezen we wel wat, ik zit nu op 6 keer zoom, dat is het maximale. Ja, het is natuurlijk allemaal zoomen op de sensor, het is niet bijster spannend allemaal. Het is wel fijn dat het kan. En wat ook super tof is, is dat je als filmmaker echt heel veel creatieve opties van Xiaomi krijgt in de software. Het is echt de moeite waard om dat te verkennen. Op het moment dat je zegt van ja goed, ik ga echt met die Full HD camera hele serieuze toffe dingen doen. En dan wordt het tijd om te kijken wat de camera's in het donker kunnen. Je kijkt nu door de selfiecamera. Als ik die vergelijk met bijvoorbeeld de Mi 11 Lite, die ik in dezelfde periode in testen ben geweest. Ja, dan is die selfiecamera in het donker echt wel ruk. Tijd om te kijken wat de camera's aan de andere kant kunnen. Ja, en dit levert dan een substantieel beter plaatje op. Dit is eigenlijk een beetje wat je ook van de selfiecamera hoopt. Maar ja, die camera's aan de achterkant, die kunnen duidelijk wel presteren in het donker. Ja, dit is te gek joh. Als je nagaat dat het toestel toch best wel goedkoop is, is dit gewoon echt... Deze camera's aan de achterkant zijn echt gewoon een goed verhaal. Dat doet Redmi echt top. En dan is het zover. Dan gaan we ons eindoordeel vellen over deze Redmi Note 10 5G van Xiaomi. Een prachtig Android 11 toestel met EMUI 12 erop. Voor heel weinig geld, 5G. Allemaal hele goede kwalificaties. Camera technisch lever je daar wel wat op in tegenover de duurdere modellen, maar dat is normaal, dat is te verwachten. Dat kan niet anders. En ook ja, die plastic achterkant, het is besparing. Gorilla Glass 3 voorop in plaats van 5, 6 of 7 is besparing. En dat is allemaal heel erg logisch, want dit toestel brengt 5G voor pak een beet €190. En dan krijg je ook nog eens een 90 Hz display. Oké, gamers, niet al te hard trappelen. Ja, er staat PUBG op. Nee, het is niet heel tof om dat 90 Hz op dit toestel te spelen. Het is een budget toestel. Maar alle andere gebruikers die gewoon mailen, bellen en af en toe een simpel spelletje spelen als Candy Crush of zo. Ja, die hebben daar gewoon echt wel een heel tof displaytje aan. En ook als je films of series kijkt, is dat tof. Dan met je hoofdtelefoon op, want stereo speakers zitten er dan weer niet in. Maar dat kan. Want er zit een 3,5 mm audio-aansluiting op. Ook nog eens. Het is een beetje retro, maar het is stiekem wel heel erg fijn. Vingerafdruksensor gewoon in de powerknop. Dus ook prima, beter dan zeg maar zo'n gaatje achterop. Vind ik persoonlijk. Dus wat dat betreft levert Xiaomi hier gewoon een heel leuk toestel op voor echt heel weinig geld. Wil je weten wat voor een beoordeling hij krijgt? Check dan de review van dit toestel. Dan kun je ook zien wat voor foto's ik ermee heb geschoten. Die review vind je via de link onder in de comments onderaan deze video. En wil je meer content van ons zien? Like ons, volg ons, whatever. Ik wil je in ieder geval heel graag weer zien. Voor nu zeg ik ciao. Dit was Arjan voor Gadget Gear met de Redmi Note 10 5G.